Welkom bij de Real Joe Jeff Gaming. Vandaag de vierde wedstrijd in Spanje. Ik heb me gekwalificeerd voor de eerste plek. Dit is een mooi circuit, gaat mooi snel. Ik heb de motor goed afgesteld. Dus ik hoop dat ik vandaag een keer kan winnen. Nou, we zullen zien wat ik denk. Zo jammer dat het spel af en toe een beetje bukt. Want, zoals jullie kunnen zien is Marquez een zwevend helmpje. Oké. Hij moet wel even kalm aan doen, want straks ga ik weer op mijn snuffert. Lorenzo ook, jong, te drukken in de binnenkant. Al die curbstones ermee. Binnenkant, binnenkant. Ja. Oh. Maar Marquez ook altijd. Dus een ruige rijder. Eetje. Beentje los van de auto, ja. Er allemaal in. Oh.
Ik vind het zo'n flauwe bocht. Hè. Nee. Fuck! Ik moet echt gewoon leren die kutstand niet mee te hebben. Dat heb ik alleen maar in je nadeel. Binnendoor, ja, met een lichte touché. Oh fuck, ja, dan ga ik weer veel te hard, dan kom ik veel te wijd uit. Ja, dat was niet zo slim die bocht. Nu sta ik weer vijfde, net zoals de vorige wedstrijd. Aangezien ik derde in het klassement sta, loopt Marquez wel mooi uit op deze manier. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of stond Lorenzo nou op de eerste plek? Nee, volgens mij was het Marquez. Ik kom op veel te scherp die bocht in of zo, lijkt het wel. Herstel, maar... Allee. Lijkt wel of je niet lijkt wel of je niet meer zo fijn schakelt. Normaal schakelt hij niet terug naar de 1 in die bochten. Want het rechterstuk hapert hij. Zal een valpartij te maken hebben. Ah, ga ik weer te laat op de rem.
Nee, nee. Ah. Even een kopje erbij hebben, want dit dit gaat niet goed zo. Technical problems. Nou. Oké. Dit is zwaar kloten. Ik doe gewoon retire. Want in het echte kan dat ook gebeuren natuurlijk. Nou mensen, ik ga even kijken wat er gebeurt als ik hier op klik. Mike Marquez heeft gewonnen. Final standings for the race. Dus de top 10. Oké. Ja, nu zak ik wel door naar de vierde plaats. Dus ik moet nou echt wedstrijden gaan winnen. Want anders gaat dat niet goed komen. Mensen, ik bedank u voor het kijken naar de vierde aflevering in Spanje. Ik zou zeggen, tot de volgende race. En als u het leuk vindt, subscribe mijn channel om even tot ziens. Bye.